De laatste keer dat ik hier iets gevangen heb is alweer jaren geleden. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik moet hier gewoon elk jaar een keer gevist hebben. Tussen de vossen en de reeën. Ik ben een uurtje aan het vissen. Het is helemaal niks. Maar ja, hoe erg is dat in zo'n omgeving? Aan de schaduwkant ligt nog steeds sneeuw. Ik ga het straks even aan de andere kant proberen. Ik heb al weken niet meer gevist omdat er ijs lag. Nou, ik hoop dat ik vanmiddag mijn schaduw een beetje in kan halen. Het begint in ieder geval goed. Ik ben een klein mannetje. En in deze tijd van het jaar zou er wel eens een dik vrouwtje in de buurt kunnen zitten. Dus ik blijf hier nog maar eventjes vissen. Nou, op die eerste stek was het heel taai. Ben ik na een uurtje of twee weggegaan. Gelukkig maar, want hier gaat het goed. Net een minuutje of tien bezig en ik vang deze vis. Leuke sport, mooi dik. Ik ga even kijken hoe lang die is. Ik schat hem eens, nou wat zal die zijn, 85, 90. Ik schrijf het nog op. Nou, dat valt niet tegen. Hij is 97 centimeter.
Ik heb nu een paar keer gevist met zo'n goedkoop molentje van AliExpress. En het is een drama. De slip is prima, het draaimechanisme ook prima, maar ik gooi voortdurend pruiken. Dus hij spot niet goed op. Ik heb inmiddels twee gevlochten lijnen geprobeerd, allebei hetzelfde. Hopeloos. Gek genoeg, als je de nylon opspoelt, dan gaat het prima. Nou, ik ga u nu verder met nylon op een andere stek. En het was een typisch gevalletje van ingewikkeld haken. Het is een beetje een rare dag. Ik ben ook met mijn derde shed bezig. De eerste raakte ik kwijt van de bodem. De tweede, nou, die was voor hier te licht. Dus heb ik nu een groene aan van 5 gram. En nou ja, je ziet het. Het werkt. Dat was wel een hele vreemde manier van haken.